Het personeel van Huize Asiana is nog steeds in staking. Het bejaardentehuis heeft een oproep gedaan aan vrijwilligers om te helpen met de oudjes. De NV Energiebedrijf in Suriname heeft het tehuis gisteren een helpende hand geboden. Volgens Osse Yabini, directeur van Huize Asiana, waren zij zeer verrast door de komst van ongeveer 75 EBS-werknemers. Yabini had niet verwacht dat de directeur zelf ook aanwezig zou zijn. Ondanks de regen hebben de senioren burgers dankzij de EBS een fijne Pasen gehad, zegt de directeur. We zijn heel erg blij omdat we, zoals de gemeenschap weet, dat we op dit moment een staking hebben. En we hadden een oproep gedaan voor vrijwilligers en mensen met een medisch achtergrond die ons kunnen assisteren in de zorg. En de EBS heeft daarop gereageerd door ze hebben aangegeven dat ze ons dan willen helpen. Ze zijn toen gekomen met 75 personeelsleden. De directeur is ook aanwezig. En ze hebben ons geholpen met verschillende zaken, zoals het voeden van de mensen, het baden, schoonmaak buiten het terrein en ook binnen op de afdeling. En daarnaast hadden ze vanmorgen ook iets georganiseerd voor de bewoners. En het was geweldig, we vonden het heel geweldig dat ze een bijdrage wilden leveren aan het welzijn van onze senioren burgers. Aldus Osse Yabini, directeur van Huize Asiana. Volgens EBS-directeur Rabin Parmisser heeft het bedrijf Asiana geholpen uit humanitaire overwegingen. Want onze moeders, vaders, ooms, tantes, oud-leerkrachten en gepensioneerden uit het bedrijfsleven verblijven daar. En we kunnen ze niet zo laten, zegt Parmisser. We hadden dit gedaan als een sociaal project. Al die coördinatoren hadden ook een opdracht van mij. Dat wij niet als EBS de materialen zouden kopen. Dus zij moesten verder gaan zoeken naar een donateur voor vis. We hebben toch genoeg visbedrijven en vishandelaren, et cetera. En Celi is ingesprongen met wat vis. En het groenteboeren, die even met wat groente heeft geholpen. Wat andere bevriende mensen die wat drank heeft gezorgd, et cetera. Dus het sociale element kwam ook tot uiting bij de EBS'ers. En ik moet zeggen, de manier waarop EBS'ers met liefde dit gedaan hebben, gemotiveerd. Want je kan doen wat ze niet, maar je squeezy TV dat je doet. Maar dit was echt, dat merkte aan je mensen. Met liefde, gemotiveerd, enthousiast hebben ze gewerkt. En dat was prachtig. Tot zover Rabin Parmisser, directeur van de EBS. Hij is gisteren samen met personeelsleden en contractors van de EBS naar Huize Asiana geweest om het bejaardentehuis een helpende hand te bieden. Het personeel van Asiana is sinds de afgelopen week in staking.